welkom bij weer een nieuwe aflevering van Binnenste Buiten. Vandaag ga ik op bezoek bij Lize Mast en zij runt het online vriendinnenplatform Vriendinnen Online. En via haar platform biedt ze anderen mogelijkheid om online naar nieuwe vriendschappen te zoeken. En ik ben heel erg benieuwd waarom zij het nou zo leuk vindt om anderen aan een vriendschap te helpen via haar platform. Ga je mee? Leuk, Lize. Dankjewel dat we hier vandaag op bezoek mogen komen. Ja, leuk. Hartstikke welkom. Ja, dankjewel. Kun je iets over jezelf vertellen? Ik ben Lize, 32 jaar. Ik woon hier in de Jordaan. Dat heb je misschien onderweg al een stukje van meegekregen. Ik ben getrouwd. Ik heb een katje hier rondlopen, ergens. Ik werk 6 jaar in de online business. Ik heb voor meerdere grote platformen eigenlijk de redactie gedaan. En sinds 3 jaar werk ik eigenlijk voor mezelf, voor mijn website Vriendinnen Online. En kun je daar iets over vertellen? Vriendinnen Online is eigenlijk een website waar je vriendinnen kunt vinden, dus een soort vriendschap kan zoeken. Het is een soort, ik zeg altijd, een soort dating site alleen dan voor vriendinnen, voor vrouwen. Het is niet dat ze nooit vrienden hebben, hè? Dat is wel een verschil wat even aangestipt moet worden. Dat niet iedereen die op de site zit per se eenzaam is. Het zijn vaak hele leuke vrouwen die gewoon een extra iemand zoeken voor een bepaalde gelegenheid. Of je bent net moeder en niemand in jouw omgeving is moeder. Dan zoek je even iemand van, hey, jij bent ook, zullen we samen een keer koffie? Want dan kan je net even andere gesprekken doen dan met jouw vriendinnen die net geen moeder zijn. Ja. Of ik heb ook vrouwen op de site die zijn bijvoorbeeld weduwe geworden. En dan kom je ook bepaalde vraagstukken tegen die misschien leeftijdsgenoten helemaal nog niet kennen. Ja. Ja. Dus het is vaak voor een specifieke... Ja, en op allerlei verschillende niveaus zo. Ja. 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 Maar was het dan zo dat je zelf dat gat in de markt zag? Of dat je bijvoorbeeld zelf die ervaring had van ik vind het lastig om vrienden te maken. Ik ga dat platform opstarten. Het is niet dat ik zelf die behoefte zeg maar had. Maar ik ben wel vanaf jongs af aan... Ja, een verbinder geweest, als je het zo, zo mag noemen. Dus ik merkte dat ik al van vroeger af aan het heel fijn vond als er harmonie was. Als mensen niet alleen waren. Als mensen gelukkig waren, met elkaar waren. En ik merk zelf ook hoeveel ik heb aan de vriendschappen die ik zelf heb. En natuurlijk ben ik niet in staat om iedereen die eenzaam is of die op de een of andere manier zegt, hey, ik zoek een maatje, al is het om mee te sporten of om in een concert te gaan, om dat op mij te nemen. Maar die connectie maken tussen die twee facetten, dat is heel leuk. Dat is wat ik als interne drijfveer, zeg maar. Ja. Dus dat was altijd zo al? Ja, we hadden vroeger ook met het kerstdiner met mijn opa. Daar zaten met de hele familie een hele grote tafel. En daar stond altijd 1 lege stoel. En die stoel die was soort symbolisch van, hey, als er iemand is, als we iemand tegenkomen die alleen is met kerst, kan die aanschuiven. En wat mooi. Zo zie ik dat eigenlijk nu in het groot. Van, hey, die lege stoel, dat is voor die mensen die gewoon een maatje zoeken. Dus ik vergroot dat nu. Dat je dat kan doen, dat is... Gaaf. Vind ik echt heel cool, ja. 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 En ik zag op jouw cv dat je hiervoor hoofdredacteur bij Wendy Online was. Ja. En ben je, toen je daar wegging, ben je toen meteen dit begonnen? Dit lijntje liep al een beetje... ik zou dat voor een jaar doen. Dus ik was daar echt voor een jaar gevraagd. Omdat het platform zou een jaar lang in de lucht zijn. Het was een concept bij Wendy om een jaar lang een tijdschrift op de markt te zetten. En een jaar lang het platform. Dus ik ben in dat jaar heb ik het platform gedaan. En toen aan het einde, toen besloten zij toch om het concept voor te zetten. Omdat het eigenlijk heel goed ging en succesvol was. Toen dacht ik, dan kan ik mijn idee over wat ik eigenlijk wilde gaan doen, moet ik helemaal naar de ijskast zetten. En het trok toch te veel om naar eigen... En ik vind het sowieso echt heel erg leuk om iets voor mezelf te doen. Toch wel. Ja. Ja. Want dat heb je al heel... Dat doe jij al heel lang, toch? Als zelfstandige. Dat doe ik al heel lang. Bij Wendy was ik ook als zelfstandige, zeg maar, in dienst, hoor. Maar waarom? Wat vind je daar zo fijn aan?
Ja, ik vind het heel leuk om zelf de touwtjes in handen te hebben. Ik werk het liefst hard en heel gedreven. En ik merk dat ik, zeg maar, in mijn voorgaande werken waarin ik altijd de redactie aanstuurde, dat ik dat enthousiasme heel goed over kon brengen op anderen. Dat ik zei, hé jongens, kom, we gaan nu nog één stapje erbij. Oké, als we morgen dat bereik halen, dan gaan we met z'n allen ijs halen. En dan, dus iedereen werd dan gemotiveerd. En ik vind dat, en ik merk wel dat in het werk wat ik daarvoor had, als ik als werknemer in dienst had, dat wel eens miste. Dat iedereen, en dat is natuurlijk echt lang niet overal zo. Ik wil het helemaal niet bagatelliseren, maar... heel vaak kwam ik ook in werksituaties waar mensen het gewoon prima vonden. Gewoon, die gingen naar hun werk, die hadden naar hun zin, maar die gingen ook gewoon 5 uur, 6 uur naar huis. En ja, ik vind het toch echt heel leuk om altijd wel net te kijken van, hey, hoe kunnen we nog net iets meer? Het gaat niet altijd om langer werken, maar wel om die passie, weet je, die gedrevenheid. Gewoon gaan voor het concept waar je voor staat en waar je voor werkt. En ja, als je dat voor jezelf doet, dan kan je dat natuurlijk helemaal inrichten zoals jij dat voor ogen hebt. Ja. Ja. En mis je dan nu wel eens die collega's die je dan kan aansteken met je enthousiasme? Of vind je het eigenlijk ook wel heel fijn dat je het nu helemaal zelf kan doen? Nee, ik mis wel die collega's. Dus ik heb nu ook een aantal meiden die bijvoorbeeld voor mij schrijven. Alleen die zie ik niet elke dag. En dat vind ik wel jammer. Dus als ik nodig ze een paar keer per jaar uit om dan met elkaar samen te komen. Dus dat iedereen ook elkaar kan zien. Ja, en ik merk op die dagen, dan bloei ik helemaal op. Dan weet je, dan ga ik vertellen over de plannen. Dan laat ik iedereen vertellen van, hey, wat schrijf jij, wat doe je voor de rest nog? Hoe kunnen we jou nog beter op de zijde voren laten komen? Wat wil je? Kan ik jou ergens bij helpen? En dan merk je dat die wisselwerking komt. Ik vind het heel leuk dat zij voor mij schrijven. Maar zij hebben zelf ook een leven. En dat zie je niet altijd. En dat zie je natuurlijk op de werkvloer wel. Ja. Dan krijg je gewoon mee. En als iemand niet lekker in zijn vel zit, dan krijg je dat mee. Dan ga je even zitten. Hey, joh, wat is er aan de hand? En op het moment dat je dan met z'n allen bij elkaar komt, dan kan je weer even voelen van, hey, hoe... Ja, dat menselijk contact, maar goed, dat is logisch. Dat is natuurlijk wat ik net al vertelde met die vriendschappen. Ja. Dat menselijke contact, dat vind ik echt heel leuk. En daarom werk ik nu bij Hashtag Workmode. Heb ik nu mijn bureautje. En ja, daar werk ik dus met allemaal vrouwen die ook voor zichzelf werken. En ik merk dat... Ja, dat weer ook een stukje inspiratie geeft, ja. Ja. Hey, maar wat ik nou toch een beetje me afvraag, is je vertelt heel mooi over die vriendschappen en hoe gaaf je het vindt om daar een rol in te spelen. En je vertelt hoe leuk je het vindt om anderen te enthousiasmeren en daar echt in contact mee te zijn. Maar jouw business is vooral online. Mis je dan daarin niet toch een vorm van persoonlijk contact met al jouw bezoekers? Ja, goed punt. True, ja. Het leukste zou zijn als je elke week een vriendinnendag kan organiseren. Dat zou natuurlijk, dat is hemels. Maar goed, dat is niet haalbaar. Nee. Ik denk dat online, ik zit zo lang, of zo lang, maar voordat online is natuurlijk nog niet heel lang. Ik zat redelijk in het begin, zat ik al in die online business. En ik merk wel wat je daarmee kan doen. Dus als ik vandaag iets doe, dan kan ik morgen zien of het resultaat heeft gehad door alle cijfers, statistieken. Dus je kan continu, zeg maar, je proces bijsturen. Dat vind ik heel leuk. Dus het is online is gewoon de tool die ik nodig heb om te bereiken wat ik wil. Ja. Maar ja, ik zou het zeker leuk vinden om op termijn... een dag te organiseren dat je zegt van, hey, we komen bij elkaar. En wat betekent vriendschap eigenlijk voor jou? Dat is een goede vraag. Ik merk zelf dat ik heel veel waarde hecht aan vriendschap. Ik hecht ook heel veel waarde aan familie en aan mijn relatie. Maar dat is anders. Bij vriendinnen... ben je gelijkwaardig tegenover je ouders of ik heb zussen. Tegenover je vriend heb je altijd... ik heb een hele goede innige band, maar het is anders. Het is nooit... Je bent nooit helemaal gelijkwaardig. Vriendinnen zijn dezelfde leeftijd, dezelfde types, dezelfde behoeftes. Vaak niet altijd natuurlijk, maar je kan wel op een heel ander niveau dingen delen. Maar ook als ik gewoon lekker een dagje... naar het strand te gaan of even
uit eten of even een drankje, een wijntje wil gaan doen. En dan met vriendinnen en lekker lachen en dat ontspannen en dat alles laten gaan. Ja, als ik dan thuis kom, dan ben ik zo gelukkig. Ben ik zo energiek en... helemaal opgeladen. Ja, ik merk wel dat dat... als je echt goede vrienden hebt, ja, dat is echt goud waard. Ja. Ja. Dus dat gun jij eigenlijk iedereen. Zeker, zeker, ja. Zeker. En tot slot ben ik ook heel erg benieuwd naar... Je bent echt een mega ondernemende vrouw en super ondernemend qua actie en doelgericht. Heb jij nou tips voor andere vrouwen die denken, ik wil ook graag iets neerzetten of iets bouwen? Ik denk, ik hoor vaak van vrouwen die zeggen, oh ja, maar wat jij doet, dat wil ik ook. Of ik wil ook voor mezelf beginnen. Mm. Maar dan moet je wel bedenken dat het ook heel veel onzekerheid met zich meebrengt. En dat is vaak waar heel veel mensen gewoon zich heel onprettig bij voelen. Dus in de eerste jaren zou je misschien helemaal geen inkomen hebben. Je hebt geen pensioenopbouw, je hebt... Ja, geen vastigheid. Alles moet vanuit jezelf komen ook. Dus je hebt ook geen werkgever. Je hebt geen vaste werkuren. Dus bedenk voor jezelf, hey, wil ik dat? Is dat waar ik ook behoefte aan heb? En is het antwoord ja? Ja, dan moet je alle registers open trekken. En dan moet je ervoor gaan. Kijk of het haalbaar is binnen jouw leven. En heb je misschien daar ook financieel de ruimte voor om dat te doen? Als je net een koophuis hebt en twee kinderen. Het kan. Het is wel meer uitdaging. Maar als je denkt, ja... Die lijntjes zijn allemaal ja. Ga ervoor. Bedenken wat je wil. Ik neem aan dat de meeste vrouwen dan al een richting hebben. Mm. Ga met mensen praten. Want dat is net als met vriendschap. We zijn tegenwoordig heel individualistisch. Dus we denken vaak van... je krijgt al van jongs af aan geleerd. Succes, dat zit in je. Dat kun je zelf bereiken. Maar dat is niet zo. Je hebt altijd andere mensen nodig. Dat is met vriendschap, dat is met werk, dat is met... als je dingen wil bereiken. Iedereen die aan de top staat, niemand heeft dat alleen bereikt. Dus ik heb ook in het eerste jaar gedacht van... Oh ja, maar ik kan pas met mensen gaan praten. Of ik kan die pas een mailtje sturen als ik al wel iets bereik. Want ik ben echt mijn starter, dus ze wachten niet op mij. Maar dat bereiken, dat gaat niet zo makkelijk alleen. Dus ga juist wel die mensen aanschrijven. Ik denk dat zoveel mensen het leuk vinden om jou van tips te voorzien, om jou te helpen. En ik denk dat mensen ook vaak het wel onderschatten dat mensen ook heel graag hulp bieden. Dat het ook heel leuk is om dat te kunnen geven aan iemand anders. Hè? Zeker, ja. 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 Hoe leuk is het als jij iemand verder kan helpen? Dat betekent niet dat jij ineens de business voor die persoon moet gaan runnen. Maar een uurtje koffie drinken en even meedenken. Dat is voor de ander ook heel leuk. Want dan krijg je ook je eigen verhaal bescherpt. Van, oh, hoe ben ik ook weer begonnen? En hoe heb ik dat toen gedaan? En wat had ik anders gedaan als ik het nu opnieuw zou doen? Het is eigenlijk voor jezelf superleuk ook. Dus ja. Nou, en in dat kader, dankjewel dat wij hier mochten zijn vandaag. En jouw ontzettende passie en jouw verhaal met ons wilde delen. Ja, maar dat is een enorme wederzijds. Ik vind het echt heel erg leuk om dit verhaal ook met jou te delen. En, leuk. Dit gesprek. Dus dank daarvoor. Jij ook. En wil je nou nog meer zien van Lize? We gaan de volgende aflevering een kijkje nemen in haar kledingkast. En eens kijken wat deze sprankelende dame allemaal in de kast heeft hangen. Kijk. Oh ja. Ja. We hebben weer de tijger. En dan lekker met deze... Nee. Dus kijk vooral weer.